Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer eens gegeven, blijft niet gegeven. Gemeente Rotterdam veilt relatiegeschenken. Nu eerst kort het nieuws van dit moment. 207 mensen hebben zich met gezondheidsklachten gemeld bij artsen na de chemiebrand in Moerdijk 3 weken geleden. Bij die brand kwam veel rook vrij en ook zijn op veel plaatsen in de regio roetdeeltjes neergekomen. Meest genoemde klachten zijn hoofdpijn, keelpijn, prikkende ogen en luchtwegklachten. De lagere maximumsnelheid in de spits op de A16 tussen Zonzeel en Dordrecht had vandaag nog niet direct het gewenste resultaat. Volgens de ANWB was de ochtendfile niet korter dan normaal. Bij wijze van proef geldt sinds vandaag op de A16 een maximumsnelheid van 90 km per uur. De bedoeling is de doorstroom te verbeteren. De tentoonstelling De Grote Ogen van Kees van Dongen heeft in 4 maanden tijd ruim 205.000 bezoekers naar Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam getrokken. En is daarmee een van de succesvolste exposities van de afgelopen jaren. De tentoonstelling werd gisteren afgesloten. De werken zijn vanaf 25 maart te zien in een museum in Parijs. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft vandaag het eerste 2-euro geldstuk geslagen met het hoofd van de Rotterdamse humanist Erasmus erop. Het is de eerste Nederlandse munt met een nationaal thema. Er is voor Erasmus gekozen omdat het 500 jaar geleden is dat zijn bekendste boek Lof der Zotheid werd uitgegeven. Straks, Rotterdam wil peuters met taalachterstand in groep 0 op de basisschool. Na het Aldus met het weer. Dinsdag valt er vooral in de ochtend enige regen. In de middag is het droger, maar slechts een hele kleine kans op een opklaring. De temperatuur komt uit op ongeveer 6 graden. 2- en 3-jarige kinderen met een taalachterstand krijgen in Rotterdam binnenkort bijles. Daarvoor wordt de basisschool na de zomer uitgebreid met een groep 0. Doel van die groep 0 is dat de achterstand bij een kind wordt ingelopen voordat het start in groep 1 van de basisschool. De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge heeft dat vandaag bekendgemaakt. De komende jaren gaat de gemeente Rotterdam flink bezuinigen, maar in onderwijs wordt juist geïnvesteerd. Dat is nodig om de schoolprestaties te verbeteren. Zo komt er dus op bepaalde scholen les voor 2- en 3-jarigen. Er komen meer vakantiescholen om kinderen nog bij te spijkeren voor een betere aansluiting op voortgezet onderwijs. En de kwaliteit van de lerarenopleiding moet omhoog om genoeg en goede docenten voor de komende jaren op te leiden. De plannen werden vanmiddag bekendgemaakt. Op de redactie staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, onderwijs aan 2- en 3-jarigen, hoe gaat het eruit zien? Wat je nu hebt is dat kinderen met een taalachterstand pas natuurlijk in groep 1 terecht kunnen komen. Die gaan nu van tevoren naar een peuterspeelzaal. Er zijn een aantal van dat soort instellingen die een goed programma aanbieden in samenwerking met scholen. Zodat die kinderen al werken aan die achterstand. Goede resultaten, maar zegt de wethouder, we willen meer resultaten. En nu moeten de scholen het zelf gaan doen. Dus we willen echt een klas maken voor 2- en 3-jarigen. Ik denk dat het ontzettend goed is. Goed is voor hun onderwijskansen en ontzettend goed ook voor hun kansen in het vervolg van hun schoolcarrière. Er zijn pedagogen die zeggen die kinderen zijn simpelweg nog niet schoolrijp. Nee, maar als uw beeld is dat we ze met een boekje achter een schoolbankje zetten, dan is dat natuurlijk ook niet aan de orde. U heeft zojuist ook de directeur van deze school, die heel graag inderdaad een groep 0 opstart, horen zeggen dat we zullen kiezen. Natuurlijk voor een aanpak die ook past bij de leeftijd van het kind. En dat betekent natuurlijk op een heel spelende wijze manier die taal onder de knie krijgen. Rotterdam is inderdaad de eerste stad die dat ook zo massief gaat doen. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Rotterdam is onder leiding van de wethouder heel actief bezig met allerlei zaken op het vlak van onderwijs en dat ze dit zo oppakken en ook in deze getalen, ja, ben ik inderdaad heel erg blij mee als minister. Want ja, ik zeg altijd maar zo, als het in deze grote steden goed gaat, is een heel groot deel van mijn probleem wordt al opgepakt. Ja. Ja, toch vraag je je af, Jan-Roelof, is 2 jaar niet heel erg jong om al naar school te gaan? Nou ja, heel veel mensen zeggen dat, dat is geen probleem, hè. Dat kan makkelijk. Er zijn ook mensen die zeggen, ja joh, dat kan niet, die kinderen zijn nog niet schoolrijp. Bijvoorbeeld de volgende pedagoge, Elie Sloot. Pedagoge Elsie Sloot is sceptisch over het door de Rotterdamse onderwijswethouder gelanceerde plan. Zij werkt met kinderen met een taalachterstand. En jong daarmee beginnen is belangrijk, alleen niet op de basisschool. Dit is een leeftijdsfase waar ze nog niet aan het instructie leren toe zijn, zeg maar. En dan, ja, kinderen zijn niet voor niks pas leerplichtig of leerrijp als ze 5 zijn. En voor die tijd, vanaf 4 jaar, moet het spelenderwijs een beetje ingevoerd worden. En kinderen leren pas lezen en schrijven als ze 6 zijn. Het is niet voor niks dat de basisschool op die leeftijd pas begint.
Dus het is eigenlijk alsof je een kind van 4 wil leren autorijden? Bij wijze van spreken, ja. Het is een, als je peuters, zoals 2-3-jarigen heten, naar het basisschoolsysteem zou laten gaan, dan zou dat botsen omdat daar kinderen zijn die op een andere manier instructie al kunnen krijgen. Kinderen van 2 en 3 jaar, die zijn speels en die moeten juist het naapen en het spelenderwijs kunnen doen. Maar daarom hebben we ook kinderopvang en niet onderwijzers voor de kinderopvang staan, maar kinderopvangleiders. Om taalachterstand aan te pakken, zegt Elsie Sloot, moet je bij de ouders zijn en de kinderopvang. In Rotterdam-IJsselmonde zit de vrouwenstudio Mona Lisa. Daar kunnen allochtone vrouwen terecht voor opvang en taalcursussen. En daardoor stimuleren zij hun eigen kinderen met de taal bezig te zijn. Ga je een olifantje in het bos zingen? Toch zien zij ook het nut van een voorschool voor peuters. Juist voor die allochtone ouders die geen Nederlands met hun kinderen spreken. Een voorschool vind ik echt heel belangrijk. Want er zijn nog ouders die gewoon echt thuis gewoon met hun kinderen in eigen taal praten. En als ze dan naar de voorschool komen, dan praten ze helemaal geen Nederlands. En ik vind juist dat als een kind naar de basisschool gaat, moet het gewoon al Nederlands kunnen spreken. En tot zover onze berichtgeving over de onderwijsplannen van de gemeente Rotterdam. Hey, maar wacht. Dat stond er net nog op het bureau van de burgemeester. Dat is nog een heel bijzonder relatie-exemplaar. Maar ook dat gaat weg dus. Het Schiedamse bergingsbedrijf Mammoet is in Duitsland begonnen met het weghalen van het gezonken schip dat nu al een week de Rijn blokkeert. Zo'n 200 schepen kunnen geen kant op. 3/4 daarvan is afkomstig uit Nederland. De blokkade heeft grote gevolgen. De schade voor veel bedrijven loopt al in de tonnen. Ook de helft van de vloot van het Zwijndrechtse bedrijf Rijncontainer ligt deze dagen stil. Ja, het blijft moeilijk, maar het loopt inderdaad in de tonnen. Echt, januari gaat niet best worden. Nee. Via de telefoon houden ze in Zwijndrecht contact met de gestrande schippers. Hoe is het daar? Ja, rustig. Niet zulk mooi weer, rustig, Richard. Wat betekent rustig? Ja, weinig varen. Ja. Hun geduld wordt voorlopig nog even op de proef gesteld. Het kan nog 4 weken duren voordat Mammoet het schip heeft geborgen. Door het zwavelzuur is het een gevaarlijke onderneming. Op dit moment liggen 2 kranen van ons bij, de Atlas en de Chrysler. De derde kraan, de Amsterdam, een drijvende bok, die doet voorbereidingen treffen. Als dat gedaan is, dan kunnen we vervolgens de voorbereidingen treffen voor het leegpompen van het wrak. We hebben te maken met een lading die natuurlijk erg gevaarlijk is. Een ander ding is natuurlijk de stroming hier die vrij sterk is. Dus dat zijn 2 bepalende factoren die het een complexe berging maken. Verladersorganisatie Evo is bang voor een tekort aan schepen. Het is voor veel vaartuigen immers onmogelijk om terug te keren, terwijl de vraag naar vrachtschepen blijft. Ondertussen kunnen ze bij Rijncontainer niet anders doen dan afwachten en de boel nauwlettend in de gaten houden. Op de A16 van Breda naar Dordrecht is Rijkswaterstaat vanmorgen begonnen met een proef om de maximumsnelheid te verlagen naar 90 km per uur. Deze snelheidsbeperking geldt alleen tijdens de ochtendspits en zou ervoor moeten zorgen dat de files op deze weg korter worden. Vanmorgen vroeg om ietsjes voor 8 is het al te zien als we op de weg zijn naar Breda. De weg naar Rotterdam is namelijk 1 grote ellende. En even later staan we er zelf ook in. Verkeersinformatie van de ANWB. Geert Willem. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en het Terbrechtseplein. 8 kilometer. Ja, file. Rijkswaterstaat probeert er ook op allerlei manieren iets aan te doen. Vanmorgen dus met een zogenaamde snelheidsdeken. Die alleen geldt tijdens de spits op de A16. Een snelheidsdeken dus van 90 km per uur hier op de A16 naar Rotterdam. Maar zoals je ziet, het staat behoorlijk vast. De meeste mensen zijn ook niet zo blij dat ze dus, als het dan toch rijdt, maar 90 km per uur mogen rijden. Dat is niet zo leuk. Nou ja, ik vind het heel raar, want dan krijg je nog meer files, denk ik. Ik vind het een beetje langzaam. Ik denk ook niet dat het heel erg veel gaat werken, want er staat gewoon bijna dagelijks file. Dus ja, ik denk dat dit 90 km per uur niet zoveel uitmaakt. Nee. Als het echt heel druk is, denk ik wel dat het zal werken, maar ik denk dat de helft zich er niet aan houdt. Dus dan zal het ook niet werken, denk ik. Voorlopig is het een proef voor 2 maanden. En of deze zal slagen hangt af van de automobilist, zegt Rijkswaterstaat.
Want iedereen zal zich netjes moeten aanpassen. Als het allemaal doorrijdt, vind ik het allemaal goed. Vandaar dat ik ook nu even zo rijd. Via het tankstation? Ja, inderdaad. Een stukje file ontvluchten. Inderdaad. Ik moet de afslag hebben en dit gaat even wat sneller. Ja. Dus als je het even rijdt, weer door. Oké. Okay. Okay, dank je. En later vandaag maakt de Rijkswaterstaat bekend dat de gemiddelde ochtendfile daar op de A16 niet korter is geweest dan normaal. Met andere woorden, vandaag had de proef nog niet het gewenste effect. Altijd al iets willen hebben uit een ver land? Dan moet u deze maand zeker in het stadhuis van Rotterdam gaan kijken. Het depot waar alle relatiegeschenken worden opgeborgen zit overvol en dus wil de gemeente een gedeelte gaan verkopen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Van veel relatiegeschenken is nog maar weinig bekend van wie ze zijn, voor wie ze waren en waar ze vandaan komen. Toch zitten er exotische exemplaren tussen, goedkope en dure. Elke burgemeester heeft ooit wel eens wat gekregen. De belangrijkste reden waarom we er vanaf willen is eigenlijk dat we ruimtegebrek hebben in het depot. We zijn geen museum, we bewaren geen stukken. En dus alles wat nog voor waarde kan zijn voor de Rotterdamse burger wordt geveild. Van de in totaal 2600 relatiegeschenken worden er de komende 3 weken 74 ervan geveild. Hé, maar wacht. Dat stond er net nog op het bureau van de burgemeester. Dat is nog een heel bijzonder relatie-exemplaar. Maar ook dat gaat weg dus. Deze bokaal, zeg maar, die soort, ja, het lijkt net een grote bonbonnière, is ook zilver. Iets wat we niet van tevoren wisten, want er staan natuurlijk wel merken in, maar van een eigen land. En dan moet je toch nog even checken, hier in Nederland, of het echt zilver is. Wil je het ook mogen verkopen natuurlijk. En de opbrengst schenkt de gemeente Rotterdam volledig aan het goede doel. Het Fonds Bijzondere Noden helpt mensen die alle bestaande regelingen zo ongeveer gebruikt hebben. Een uitkering en allerlei andere dingen. En toch in ernstige financiële nood zitten. Die krijgen nog een bedrag van het fonds gestort. Nou, hoe meer geld in de richting van het Fonds Bijzondere Noden gaat, hoe meer mensen in de stad geholpen kunnen worden. Dus ik zou zeggen, opbidden en een hoop bedrag. Heeft u nog niet iets gezien in de collectie wat u wilt hebben? Niet getreurd. Als de veiling een succes blijkt te zijn, doen ze het volgend jaar weer. En wij kregen alvast een klein voorproefje. Want wie wil er nou niet zo'n prachtig, wat is het? Kip in de huiskamer. Op de redactie staat Ruud van Os met het laatste sportnieuws. Ruud, hoe zit het met Feyenoord dat Bas Dost wil overnemen van Heerenveen? Ja, Feyenoord wil de aanvaller graag huren, maar heeft daar geen geld voor. Daarom hopen ze in de Kuip dat Karim El Amadi naar Al Ahly in Dubai vertrekt. Want dan ontstaat er ruimte op de salarisbegroting. En is dat al rond? Nee, we hebben Leo Beenhakker vanmiddag gesproken. De deal tussen El Amadi en Al Ahly is nog niet rond. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan gaan ze gelijk naar Heerenveen om Dost op te halen. Om te huren, let wel. Want verkopen is in de Kuip echt geen geld. Excelsior heeft er al wel een nieuwe speler bij, toch? Ja, dat is Marvin Zegelaar. Dat is een 20-jarige aanvaller van Ajax. Die komt naar Woudestein op huurbasis tot aan het eind van het seizoen. Nou, gaan we ijshockeyen, want Dordrecht Lions speelde gisteren de competitiewedstrijd tegen Groningen. Hoe ging dat? Ja, dat was vooral een hele spannende wedstrijd. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. Er was een verlenging nodig. Nou, die bracht ook geen winnaar. En dus eindigde het duel in de penalty shootouts. 3 penalties per ploeg moeten uitsluitsel geven welk team met 2 punten naar huis gaat en wie met 1 punt genoegen moet nemen. Namens Dordrecht is Jasper Bussing de eerste die het mag proberen. En hij doet het uitstekend. Er is veel druk. Groningen is immers een directe concurrent voor de plekken 1 tot en met 4 die aan het eind van het seizoen recht geven op deelname aan de play-offs om het kampioenschap. Na Bussing missen Groningen en Dordrecht beide 2 keer en kan keeper Peter Seton de 2 punten voor Dordrecht veiligstellen. Van Sluis namens Groningen. Maar Seton blijkt echt niet te kloppen in de penalty shootout. Hij pakt ook de 3e Groningse poging. Bussing en Seton zijn dus de helden van de avond. Zij bezorgen de Lions 2 belangrijke punten. En of Seton nog levend uit de belaging van zijn ploeggenoten is gekomen, dat is niet bekend. En meer sportnieuws kunt u verwachten verderop in de tour in het programma Sportclub Rijnmond.
Nederlandse artiesten, confetti en heel veel bier. Dat zijn de ingrediënten voor een avondje Vrienden van Amstel Live in Ahoy. En deze keer was het niet zomaar een feestje. Het Sportpaleis werd officieel heropend na maanden van verbouwen. En niemand minder dan Lee Towers zong daarom zijn klassieker. Ja, het is weer open. Ahoy is helemaal verbouwd, ziet er piekfijn uit en dus kan er weer gefeest worden. Vanavond met de Vrienden van Amstel Live. Dus laat ze maar binnenstromen, al die mensen. Amstel Live is onwijs leuk om te spelen, onwijs leuk om te zijn. De sfeer is altijd goed, het is hier helemaal voor elkaar. Het leuke aan Vrienden van Amstel Live is dat het een soort van unieke gelegenheid is voor een heleboel verschillende artiesten van andere genres en andere disciplines om met elkaar iets te doen. Ahoy is verbouwd. Wat vind je ervan? Prachtig mooi geworden. Ja. Het achterste gedeelte erbij, dat is echt heel chic. Dat klinkt echt te gek. Het is mooi en het is fijn. En het is, ja, echt topzaal. Ik vind het prachtig. Ja, absoluut. Ik vind het heel mooi. En ja, volgens mij is het allemaal sterk verbeterd. Dus het wordt alleen nog maar groter en mooier in Rotterdam. Ja, wat was het hoogtepunt? Het hoogtepunt! Within Temptation. Ja, Within Temptation. Within Temptation. Within Temptation. Ja, absoluut. En die knallen. Met het vuurwerk en het knalwerk was helemaal geweldig. Helemaal super. Het mooiste, wat was het beste? Ons Guuskin natuurlijk. Ja. Guus Meeuwis, de gekste. Guus Meeuwis vond ik super. Want ik zag het vandaag gebeuren, wat ik eigenlijk alle dagen zie. Hoe je ongemerkt ziel en zaligheid versterkt, maar ik zeg het niet. En deze stilte is de mooiste, maar kom eens even zitten bij mij. Ik ben helemaal uit mijn dag gegaan, kijk maar. Ja, geweldig. Nou, dit vind ik heel fijn. Ik vind het fijn dat u mij te woord gestaan heeft. Nou, ik ben blij dat u mij te woord heeft gestaan. Oké, dat is wederzijds. Dank u wel. Ik wens u wel te rusten en een goede nacht. Ik u ook. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Echt helemaal geweldig. Ik ben helemaal echt waar. Ik ben helemaal heen van. Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. Ik wil je, blijf bij me. Ahoy was helemaal verbouwd, maar bij Lee Towers ging dat gerenoveerde dak er alweer af. En de rest die brak gewoon de tent helemaal af. Tja, met zo'n sportpaleis, daar ben je nooit klaar mee. Dit was Rijnmond Nieuws. Zometeen na het uitgebreide weer Sportclub Rijnmond. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.